En naast mij in de studio van Radio 6 hier staan trompetiste Saskia Larreau en toetsenist Warren Bird. Ze hebben een hele speciale gast meegenomen. Die hoor je zo meteen. Eerst doen ze het met z'n tweeën. Dit is Courtesy to Coltrane. Trompetiste Saskia Larreau met op toetsen Warren Bird met de Courtesy to Coltrane hier live op het Amsterdam Jazz Festival in onze eigen studio. En zoals ik al heb gezegd, ze hebben een speciale gast meegenomen voor een optreden vanavond. Die man zit, ik ben het al een beetje voor de helft verklapt, die zit nu tegenover mij. Saskia, wie is het? Wie had je uitgenodigd voor je concert van vandaag?
Nou ja, ten eerste natuurlijk Warren Bird. Ja, maar dat is duo Laro Bird. En onze speciale gast die hebben wij ontmoet in Café Alto, nota bene. In Amsterdam. In Amsterdam. En die heeft onszelf opgesnord op internet. Die vond ons hartstikke leuk. En die is vroeger ook muziekrecensent geweest, nota bene. En die verklapte mij dat hij stiekem gedichten schreef. En toen had ik zoiets van, oh wat leuk. Die moet je misschien gaan uitgeven. En toen is hij dat gaan doen. En hij heeft nu een debuutroman, Heerlijke Galop, uitgebracht bij Nieuw Amsterdam. Ja. Waar hij nota bene ook nog werkt. Nou, ja, Pieter de Bruin Kops. Pieter de Bruin Kops. En Pieter, jij was in Café Alto om muziek te luisteren. Was je daar omdat je even een whiskytje wilde drinken of omdat je echt van jazz wilde genieten? Ja, omdat ik echt van jazz wilde genieten. Je bent een ja. jazz-liefhebber. En dan speciaal natuurlijk van Saskia Laro met haar kwartet of zoals nu met haar duo. En daar kwam ik echt voor naar Alto en nog steeds. Ja. En nu heb jij dus met hun opgetreden. Saskia zei, jij schrijft gedichten. Dus ik stel me voor dat jij gedichten vertelt of leest terwijl zij muziek maken? Dat klopt, is dat het idee? Ja, klopt. Ja. En het is dus, nog even, het is geen roman dus. Het is een dichtbundel. Ja. En de combinatie met de muziek van Saskia en Warren, dat is echt een kruisbestuiving tussen poëzie en muziek. Zij reageren op mij, ik reageer op hun. Het is heel spannend. Het is een soort, de woorden staan al vast, maar verder is het een soort improvisatie. Oké, okay, en wat is dan het improviserende voor jou? Dat de timing en de dictie, daarbij laat ik me helemaal leiden ook weer door de muziek. En zij door mijn woorden. Dus het is echt een wisselwerking. En waar gaan jouw gedichten over? Dat vind ik een moeilijke vraag. Omdat gedichten gaan eigenlijk over ritme en klank. Titels als Heelallenbal. Ja, klopt. Ja, kijk, er staan nog bomen. Ja, ja, klopt. Heelallenbal, ja, dus dansfeest van Heelallen. Ja, wij zitten maar in één van die heelallen. Dat is een beetje het idee van het gedicht. En dat noemen we nou toevallig voor het gemak het heelal. En daar gaat het gedicht dan over. Het is een gedicht over kleinheid. Over hoe klein en hoe bereikbaar en hoe begaanbaar eigenlijk alles is. En er zit een soort gedachte achter van, laten we alles niet te groot en belangrijk maken. Maar dan geldt ook voor de poëzie. Dan blijf je er plezier aan houden. Maar nu heeft het dus duo Laro Bird jou uitgenodigd voor dit concert. Gaan er nog meer van dit soort concerten komen samen met de dichter, Saskia? Ja, zeker. Want Nieuw Amsterdam vond het heel erg leuk. Want we hebben al twee keer eerder opgetreden samen. En die gaan dus alle boekwinkels benaderen. En kijken of we daar ook kunnen optreden. En verder hebben dus wij... Dus het begin van iets nieuws. Ja, iets nieuws. Ja, heel bijzonder. We hebben ook al te horen gekregen dat we misschien ook op tv gaan optreden. Oh yeah. Ja. En nu voor de radio dus. En nu voor de radio. Ja, wat gaan jullie doen? We gaan 3 of 4 gedichten doen. Hangt even van, er zijn vrij kort. Dus dat is wel prettig op zichzelf. Ja. De meeste zijn heel kort. We gaan 3 of 4 gedichten doen. Kijken even hoeveel de tijd ons toelaat. Ja. En dat gaan we nu doen, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Okay. Warren Bird toetsen, Saskia Laro, trompet en op gedicht, Pieter de Bruin Kops. Heelallenbal. Het heelal is zo klein. De eeuwigheid zo kort. Het is allemaal te belopen en te befietsen. Nergens is een grens. En overal iets te beleven. Steeds weer heb ik dit geschreven. De binnenkant van de nul. De binnenkant van de nul is zacht. Hij lacht. Hij weet zich raad. Hij slaapt nog een beetje.
een beetje raarder. Maar altijd raak. Vaak denkend aan morgen. Gisteren. En andere avonturen. Waarvan de meeste nog wel in de maak. Zo smaakt het de nul zijn binnenkant beter. Bezig met gedichten. Ik blaas een beetje van de verzamelde gedichten van Hans Andreas. Ik doe dat in de raamopening, zodat het beestje buiten komt. Zou iemand op straat of in de tram beneden mij hiermee bezig zien? Het boek herkennen? Twee kleuren blauw met koper? Een Tessa van der Waals? En of snappen wat ik aan het doen ben? En mij herkennen? Naar mij roepen?